pakken de draad weer op met Dorcas op de koffie, want we gaan handwerken. Nou, dat is aan mij wel besteed. Kijk of Yvonne er is. Verkeerde ingang. Goedemorgen. Jij bent Yvonne? Nou, dan hebben we gelijk de goeie te pakken. Wat gaan we doen vandaag? Je bent hier voor het handwerkatelier, dus ik wil je graag wat laten zien wat de dames en heren in het land allemaal maken voor Dorcas. Dus er zijn heel veel mensen die van vroeger uit eigenlijk breiden voor bijvoorbeeld de Oostbloklanden, de dekens en kleertjes en dergelijke. En toen we daarmee gestopt zijn, ja, we vonden de vrijwilligers te kostbaar om daar niks anders voor te bedenken. Toen is het handwerkatelier opgericht. En iedereen die hier werkt, die heeft zo zijn eigen specialiteit? Geke haakt heel veel voor ons. Ja. En Anita moet je echt even aan de andere kant gaan bekijken, want die heeft een heel leuk muizenhuis gemaakt. Een muizenhuis? Muizen naaien voor het goede doel. Ja. Ja, ja. Nou, haken. Haken, oh ja, tuurlijk. Je kan Jacqueline even gaan helpen met het maken van hoesjes. Leuk dat je mee had. Ja, dat, dat valt nog te bezien natuurlijk. Tuurlijk, komt helemaal goed. Zoiets? En wat is dit? Nou, leuk dat je het vraagt. Ja. Daar doe je je papieren zak op je. Hey, en Anita, kun jij eens vertellen waarom je hier werkt? Ja, ik haalde heel veel voldoening uit. Ik heb me opgegeven voor 2 dagen in de week. En ik heb laatst ook gedacht van, zou ik het ook doen bij een gewone kringloopwinkel? Commercieel. Toen dacht ik, nee, volgens mij niet. Hier zit zo'n mooie gedachte achter, dat ik het gewoon heel fijn vind om te doen. Ja. Nou, volgende. Nou, hoeveel knopen zitten er in een gemiddelde muis? Nou, een paar honderd misschien. Wow. Die hou je zo vast. Ja. Dan doe je die erin. Ja. Ik ben nu de draad al kwijt. Kijk nog eens toe. Hier ligt de draad. Ja. Die was je toch kwijt of niet? Die was ik kwijt, ja. Van voor naar achter. Nee? Dat is echt geweldig. Ik kap hem mee. Nee, ik geef het zomaar niet op. En waar hebben jullie het zo al over als je hier een hele dag zit te handwerken? Was het maar een feest dat we een hele dag konden gaan handwerken. Ja, weet je, als je allemaal ook een creatieve inslag hebt, dan één iemand ziet iets binnenkomen en ziet daar meteen iets in. En laat meteen zien van kijk eens wat er binnengekomen is. Ja. En daar kunnen we misschien wel dat of dat mee maken. Zodat we daar toch geld uit genereren voor Dorcas. Kijk. Hey.